De regering heeft de armoedegrens per december 2022 vastgesteld op 5.428 SRD voor een volwassene. Hiermee heeft de regering het voorstel over actualisering van de armoedegrens van de multidisciplinaire werkgroep armoedegrensbepaling goedgekeurd. Het vaststellen van een armoedegrens is een noodzakelijke voorwaarde voor de regering bij de uitvoering van beleidsprogramma's, namelijk bij het bestrijden van armoede. Het bestuur van Stichting Joden Savanna heeft zaterdag officieel het nominatiedossier overhandigd aan president Santokki. Bestuurslid Stefan Fokkee zegt dat het besluit van de nominatie van Joden Savanna door het Werelderfgoedcomité komende september bekend moet zijn. Een van de cruciale punten bij de evaluatie was de duurzame financiering en instandhouding van de historische site. Het bestuur wees erop dat dit een obstakel kan zijn bij de besluitvorming in september. Het wegtrekken van zorgpersoneel uit Suriname baart ziekenhuisdirecteuren ernstige zorgen. Verpleegkundigen vertrekken voor betere voorzieningen richting het Caribisch gebied en Nederland. Verschillende directeuren hebben afgelopen zaterdag hun bezorgdheid hierover geuit tijdens een overleg met president Santokki, welke dienst dient als voorgesprek op de nationale dialoog. Verder hebben de leidinggevenden aan de bel getrokken over het tekort aan medische verbruiksartikelen, attributen en medicamenten, als ook het gebrek aan valuta voor de aanschaf daarvan.